Hallo allemaal. 14 oktober is het weer zover. De Banenmarkt van het Noorden op de Trembergplaats in Winschoten. 70 standhouders uit Nederland en uit Duitsland zullen aanwezig zijn met allerlei vacatures. Daarnaast zijn er nog allerlei leuke dingen om te gaan doen op de Banenmarkt. Je kunt je cv laten checken, je kunt een video cv laten maken, er zijn workshops, kortom allerlei leuke dingen. Maar wat doe je nou als je naar een banenmarkt gaat en hoe kun je voorbereiden? Nou, daarin gaan we je meer vertellen in dit filmpje. Hoe bereid je nou voor op een banenmarkt? Ik heb 4 tips. Als eerste, tip 1. Verwacht niet dat je een betaalde baan vindt. Maak vooral kennis met werkgevers en ga met hen in gesprek. Toon interesse in de werkgever. Als tweede tip heb ik, neem meerdere cv's mee. Zorg dat je deze ook kunt overleggen of kunt afgeven bij uitzendbureaus en bedrijven, zodat zij jouw contactgegevens hebben. Tip 3. Zorg dat je er netjes en verzorgd uitziet. Doe even een net jasjes aan en zie er vriendelijk en verzorgd uit. Tot slot, tip 4. Verkoop jezelf. Weet wat je kwaliteiten zijn, waar je sterke punten liggen en wat voor werk je op zoek bent. Heel veel succes! Dit is Johan Wilms, collega van Landkreis Leer. Johan bezoekt al jaren in Duitsland de bedrijven. Sinds een aantal jaren hebben wij een samenwerkingsverband om Nederlanders te gaan bemiddelen naar Duitsland toe. Daarom kent Johan de Nederlanders inmiddels ook heel goed. Johan, zou jij in ons Nederlanders een aantal tips kunnen geven hoe we moeten solliciteren in Duitsland en waar we aan moeten denken? Ja, belangrijk is in Duitsland de cv. Maar de cv is in Duitsland met de pasfoto, Dat is heel belangrijk. Ja. Maar belangrijk is ook wat wil je graag doen in Duitsland. Maar wat hebben die voor een opleiding of geen opleiding? Heb je een bijscholing gemaakt of een vakopleiding? Ja. Maar denk ik, dat is belangrijk. Maar ook is in een sollicitantengesprek belangrijk wanneer je u zegt, maar niet jij en jou. Dat is een beetje meer afstand tussen werknemer en werkgever, maar dat is zo in Duitsland. Hoe zit het met de Duitse taal? Je moet Duits leren, of Duits leren spreken in Duitsland. Maar als je dialect spreekt hier in Groningen, kun je dan ook verstaanbaar maken in Duitsland? Hoe heet dat? Ja, Plattdeutsch? Ja, Plattdeutsch heet dat. Ja, praat ik je ook Plattdeutsch, ja. Hoogduits. Ik denk in de grensterrein is dat geen probleem. Nee, okay. In Oost-Friesland, in de bedrijven, wordt veel Plattdeutsch gesproken. Ja. Ja. Ik denk, de taal is in het grensgebied vandaag geen probleem. Geen probleem, ja. Maar belangrijk is ook, je moet een beetje Duits praten kunnen. Ja. Dat klopt. Allemaal. Ja. Ja. Mocht je nog vragen hebben hoe je je kunt voorbereiden op de Banenmarkt van het Noorden, zoek dan contact op met je werkadviseur. Wij zijn er ook allemaal 14 oktober. Kom jullie ook?